was het water nu zo hoog als in Limburg gekomen, dan gingen ze net als hun zuidelijke collega's buren in veiligheid brengen. Maar nu dat niet aan de hand is in het rivierengebied, proberen ze met man en macht hun oogst ter waarde van 6 ton droog te houden. Dat betekent over 3,5 kilometer met big bags, zandzakken en houten platen het water tegenhouden. Ja, zoals je ziet zijn we proberen een beetje het water tegen te houden. En dan zijn we vanaf donderdag zijn we al bezig. Dit gebied staat vaker vol bij hoogwater. Maar dat is normaal alleen in de winter. En nu staat het vol met mais, suikerbieten, aardappelen die nog niet geoogst kunnen worden. En dus hebben de boeren eigenhandig besloten het water met man en macht tegen te houden. Ook al mag dat eigenlijk niet. Ondanks dat waterschap niet mee wilde werken en eigenlijk ook geen toestemming gaf, zijn we woensdag hebben de knoop doorgehakken en zijn we bezig geweest om die big bags te regelen. Voor de toekomst willen de boeren graag afspraken maken met het waterschap over hoogwater in de zomer. Nu gaan ze nog even door met werken, want het water kan nog iets stijgen. Als het mis was gegaan, nou, dan hadden we toch kunnen zeggen, joh, we hebben er alles aan gedaan wat we konden doen. Kijk, hij niks doet en het was er net onder gegaan, nou, ik zei, ja, hadden we het maar geprobeerd. Maar nou hebben we het geprobeerd en zoals het er nou uitziet gaan we het redden. Dus we gaan er de hele dag en de hele nacht er nog voor.